Dit is de noodknop die je bijvoorbeeld kunt vinden op de treinstations in ons land. En als ik hierop druk... Ja, dat moet je dus niet zo... Op steeds meer openbare toiletten, zoals bijvoorbeeld deze, kun je in geval van nood op de knop drukken. Maar eigenlijk hebben we inmiddels bijna allemaal een noodknop bij de hand met de SOS-functie op onze telefoon. Zo kan ik met 3 keer de aan- en uittoets een noodnummer bellen, mijn ouders en zelfs foto's of geluidsopnames automatisch bijvoegen. En hoe verleidelijk het misschien soms ook is, zomaar de noodknop indrukken moet je natuurlijk...